Redelijk vaak, ja. Ja, ja. Dat was eigenlijk begint in Noord-Holland op, zo'n beetje. Ja. Dat had je toen al, dat grote schuur achter en een café. Ja. En wat was dat het leuke van die band? Als je dan het leuke van die band? Ja. Nou ja, het was eigenlijk gewoon een shadow bandje was het eigenlijk. Ja. Shadow muziek maken. Ja. Cliff Richard en de Shadows, Richie Clark en de Ricochets was het. Ja. En Rudy Bennett heeft daar ook nog een tijdje in gezeten? Nee, dat was die Richie Clark. Dat was de Richie Clark. Ja. Oh ja, dat was hij. Zo lang is het mooi. Zo lang is het. Ik kan me nog herinneren dat ik net werkzaam was bij Palaket, bij Muziek Express dus. En toen werd ik meteen gevraagd om in de jury plaats te nemen in het Circus Theater. Ja. Want daar had Muziek Express een talentenjacht georganiseerd. Ja. Dat was toch het oude Circus Theater? Ja, houten gebouw. Handgebouw. Lolita liep daar wilde dieren in. Ja, wat ze die? Lolita liep daar wilde dieren in. Ja. Maar toen die avond, middag en avond. Niet. Andere wilde dieren. Ja. Ik zat toen in de jury met onder andere Herman Stok. Ja, grappig, want ik hoorde dat ook aan het net bij mij. Ja, daar in de jury. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat was ook de tijd, de topper natuurlijk, want die deed tijd voor die leidjes presenteren. Ja, ja. Een van die twee programma's die had op de radio. Tussen 10 plus en 20 minuten had je ook nog, hè? Schipfout. Ja, ja. Maar goed, dus, maar jullie kwamen niet eens. Nee. Want smiddags had je nog in. Smiddags had je nog een laatste voorronde voor de avond tot het finale was. En uiteraard, wij waren zo overtuigd dat we in de finale zaten. Dat de kaart van familie was al voor de avond gereserveerd. En we werden dus smiddags al afgespeerd. Dat, ja. En daar ben ik mede verantwoordelijk voor. Ja, dat is het. Maar het grappige is, dat nummer wat we speelden, dat was I Follow the Sun. Dat is later dus de B-kant van Wasted Birds. Precies. Ja, dat is wel grappig. En dat was toch wel aardig. Maar ze vonden het helemaal niet. Nee. Ja, dat kan. Nee, dat vond ik van dat echt helemaal niet. Maar goed, dat werd toen... ja, jij mag straks hoor. Hij dacht ernaar dat een eigen zwaardje in een plusje zou zijn, maar dat was blijkbaar niet het geval. Ik denk dat we dus een cover hadden moeten doen. Ja, ik zou het ook niet meer weten. Wie het toen gewonnen heeft, dat zou ik ook niet meer weten. Nee, daar hebben we ook nooit meer van gehoord volgens mij. Maar toen ben jij hier bezig met de Motions. Dat was natuurlijk ineens een andere groep. Nou, het punt is, de Ricochets waren eigenlijk gewoon de Motions, de voorloper van de Motions. Wij zijn in het voorprogramma van de Stones geweest. In Blue House. Ja. En dat kwam, want... Dat waren de Ricochets nog, hè? Dat waren gewoon de Ricochets, ja. En nou ja, door dat optreden gingen mijn luik open, om het zo maar te zeggen, dat ik dacht van, ik wil beatmuziek maken. Ja. En toen naam veranderd en ook wat, wat muzikale wendingen gedaan. Ja. Op de bezetting toch ook? Nou, één. Zat Siek ook al in de Ricochets bijvoorbeeld? Dat weet ik niet. Zijn of die nou nog? Nou, is het volgens mij niet meer. Maar ik weet wel dat dat één man is toen vertrokken omdat hij wilde gewoon een zekerheid, een zekere toekomst opbouwen. Ja, dat kan. Ja. Ook daar zijn we van gehoord. Nee, niet in de muziek althans. Nee. Maar goed, overigens daar nog even wat over vragen. Ik heb dat ook gezien, dat concert van die Stones. Dat hele voorprogramma is heel normaal afgewerkt. Overigens. Ja, met de Foreos. Weet je dat nog? Het is onbegrijpelijk dat het als voorprogramma een voorprogramma van de Stones. Ja, maar dat kijk je nu raar tegen aan. Nou, maar toen bijvoorbeeld het internationale reizen. Al die landen. Ja, ongelooflijk. Zo van It's Tuesday must be Belgium. Dat verhaal. Ja. En dat was natuurlijk een grote zegenreis. Klaas, kan je daar iets over vertellen? Het hoogtepunt daaruit. Dat klopt. Ik moet het echt toegeven. En niet van mezelf wel. Dus het moest het zwaar, maar. Ik denk dat we in het buitenland, we waren in Nederland op een bepaald moment, waren we als progressieve groep heel erg populair. En hoe kom
commerciëler we werden, hoe minder de mensen in Nederland ook eigenlijk interessant vonden. In het buitenland waren we eigenlijk, wij hebben zelf bij geweest, op een bepaald moment optreden. Hele grote mensen. Een megagroep die bijvoorbeeld in Israël werd ontvangen op het vliegveld. En er stonden een paar duizend mensen. Ja, dat kan ik wel heel goed herinneren. Ruud was daarbij, Robbie was daar niet bij, jammer genoeg. Maar dat er een paar duizend mensen op het vliegveld staan om op te wachten en te gaan joelen. Dat wij in eerste instantie dachten, tenminste, dat er een bom was afgegaan. Omdat het net tussen de twee oorlogen was in Israël. En Ben Gurion, het vliegveld van Israël, was vlak van Tel Aviv, was vlak daarvoor al een bom ontploft. Dus het was best wel benauwd, ik weet niet of ik tegen koor zou. Nou, toch geen bom, hè? Dat is de kant op niet. Maar het bleek dat er dus een paar duizend mensen op Sophie Bloed stonden te wachten. We hebben uren op het vliegtuig gezeten omdat we niet weg konden. Ik heb er nog foto's van, daar zie ik je ook nog uit de muziekexpress, dat we naar een limousine gevoerd moeten worden om afgevoerd te kunnen worden en naar het hotel te kunnen. Ik dacht toen ook dat er meer aan de hand was dan dat we niet aangekomen waren. Ja. Maar dat was niet het geval. Later ontbleek dat ook de stadion van jullie op jaar en zo. Nou, die stadion, de ene was een openluchtpark in Tel Aviv, waar ruim 50.000 mensen. Ja. We werden vervoerd met een ziekenwagen, omdat ze anders niet bij het podium konden komen. En een ziekenwagen lieten ze hopelijk met rust, tot ze in de gaten hadden dat Sjokkie Bloed erin zat. En om die ziekenwagen heen liep een hele knokploeg heen om ons te beschermen. En op het podium, ja, we hebben op het podium gestaan, maar we hebben alleen maar staan zwaaien. En van de nummers was niks te horen, want er was één groot gekrijs en geschreeuw. Mensen die uit bomen vielen en noem maar op. Het was één onvergetelijke avond die ik nooit weer vergeet. Maar we hadden niet één optreden, we hadden geloof ik vier optredens de hele avond achter elkaar. We gingen naar de universiteit, we gingen naar de nog een ander, ik weet het niet meer uit mijn hoofd precies, maar we hadden geloof ik vier optredens op één avond. We werden van hond naar her geschreven. Ja. En ze kennen het ook allemaal. Wat vond je? Iedereen was helemaal door dolle heen. Ik weet Mumbo Jerry. Hij had er ook een grote hit, die stond in het voorprogramma. En hoe heet die jongens ook weer? Maakt even niet uit, maar ik bedoel, ja, ik kan kijken op mijn leeftijd. Yellow River, die jongens spelen in Yellow River. Oh, Yellow River. Hé? Christy. Maar die jongens wisten niet wat er gebeurde. Die denken, wat is dit voor iets? Want die stonden in het voorprogramma en die hadden dit nog nooit meegemaakt. Ook in Engeland nog niet. Een grote bang. Dus dat was een hele mooie. En dat volgde Zuid-Amerika. Ik denk wel, we kwamen in Zuid-Amerika aan. En er stond een hele band te spelen. En we werden opgewacht in de tropische hitte. En er stond een band virus te spelen. En er stonden ook een paar honderd mensen op het vliegtuig om die op te wachten. In Japan, nou ja, dan ben jij die bij met de aanbod. Maar er stonden ook. Zomaar even opgehouden. Ik bedoel, Paul McCartney gaat er ook niet op. Nee, nou, voor mij had hij dus 20 jaar geleden ook nog dankbaar. Oh, omdat je vindt het niet wat je doet. Ik vind het niet. En ik vind het gewoon als je zelf van jezelf overtuigd dat je beter kan stoppen. Ja, dat gewoon, kijk, het is natuurlijk een ander verhaal als je zelfs nodig die drang voelt om door te blijven gaan. Dan ga je door. Ja. Maar ik vind popmuziek vind ik toch heel erg gekoppeld aan jeugd. Ik vind, er zijn wel enkele popgiganten die op oudere leeftijd toch nog wel aanvaardbaar overkomen voor een jongere generatie. Maar het merendeel vind ik gewoon toch, ik wil niet zeggen een zielige vertoning, maar er komt toch iets, dat gaat me toch niet een lekker gevoel. Laat ik het zo zeggen. En dat heb ik. Zelf had ik gewoon op een gegeven moment een geschreven nog niet. Je bent hier aan nog even doorgegaan met nog twee andere groepen. Dus je bent eigenlijk niet naar zo'n groep had ik dat gevoel. Maar toen ik dus daarna voor mezelf een streep onder ga. Dat was, ik weet niet precies, maar ik heb nog een Mr. Alder, was eigenlijk een studio groep die niet opgetreden. Dus ik ging alleen de studio in. Ik werd met Rick van der Linden, die inmiddels ook overleden is, een hele leuke plaat. Toen dacht je van nou, misschien. Weg te vlakken is, dat is de reclame van Gillette, die dus met nu al 6 jaar bezig is, dat heel